Het COA heeft nog geen nieuwe opvang voor de vluchtelingen. De burgemeester kon niets anders dan de vluchtelingen nog eens 72 uur in Dordrecht op te vangen. Als er woensdag nog geen oplossing is, wat dan? Nou, moeten ze nog wat langer blijven, denk ik. Hè? U heeft daar geen probleem mee? Nee hoor, echt niet. Terugsturen. Naar land van herkomst? Ja, vind ik van wel. Als je ziet op de televisie wat er allemaal gebeurt, dan krijgen we een burgeroorlog. Zo denk ik erover. Volgens mij mag het groter worden, de opvang. Waarom vindt u dat? Ik vind dat mensen in nood gewoon geholpen moeten worden. Ongeacht wat de oorzaak is van de nood. Op het industriegebied, dat ze voor 72 uur daar moeten zijn. Dat vind ik zo belachelijk. Er wordt van alles klaargemaakt. Moet je 72 uur blijven, dat kost het niet aan geld. Vindt u het te kort? Ja, maar als je dat toch gaat opknappen, laat ze dan wat langer blijven. Mogen ze van u langer blijven? Liever niet. Waarom niet? Ja, waarom niet? Nee, dat is moeilijk. Je verlaat je mensen, je gezin, je familie enzovoort niet als er niks aan de hand is. Heeft u iets gemerkt van de vluchtelingen in Dordrecht? Nee, niet zo. Nee. Eerlijk gezegd heb ik er nog niks van gemerkt. Nee, nee, niet in Dordrecht. Ik weet wel dat ze bij de DSW daarnaast op zijn gevangen. Dat weet ik wel. 500 geloof ik. Ik heb de vorige groep vluchtelingen uit Vietnam eerst naderhand uit Joegoslavië meegemaakt. Je doet dat echt niet voor niks. Oké.